Hallo, mijn naam is Annemarie van der Boor en ik ben een van de docenten van het Instrumentaal Basisjaar. In dit basisjaar leren we welke verschillende muziekinstrumenten er zijn, hoe ze klinken en vooral hoe je ze moet bespelen. Dat doen we met 6 lessen over de slaginstrumenten, zoals de djembe, 6 lessen over de blaasinstrumenten, zoals de blokfluit, 6 lessen over de toggelinstrumenten, zoals bijvoorbeeld de gitaar, 6 lessen strijkinstrumenten, daarbij hebben we het natuurlijk over de viool, en 6 lessen over de toetsinstrumenten, zoals de piano. Maar er zijn natuurlijk veel meer muziekinstrumenten die ook aan de orde komen. Dit instrumentaal basisjaar hebben we ontwikkeld voor leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool. En naast de basis van het bespelen van de verschillende muziekinstrumenten, leren we regelmatig een nieuw liedje en doen we verschillende spelletjes en opdrachten. Om muzieknoten te leren lezen, nog beter te leren luisteren, of gewoon omdat het leuk is om samen muziek te maken. Al deze liedjes en opdrachten zijn verzameld in onze eigen lesmap. En aan het eind van het jaar hebben de leerlingen zo een compleet beeld van de verschillende muziekinstrumenten die er zijn. En kunnen daardoor ook vaak beter kiezen welk muziekinstrument ze verder willen leren bespelen. Het Instrumentaal Basisjaar is onderdeel van ons 4-jarig traject Basisvorming Muziek. En wordt gegeven op verschillende locaties door verschillende van onze basisvormingsdocenten. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.degooisemuziekschool.nl.